nou eigenlijk niet meer te vragen. Ik weet niet meer precies van. Gilde, hey! Ah! Ja, kom.
We nu op de nieuwe koning en nieuwe koningin. Proost! Proost. Proost. Ook van mijn kant, met traditie getrouw, vieren we weer onze Gildemis vandaag op Eerste Pinksterdag. En niet alleen daar, maar overal waar gewapende conflicten heersen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Op bladzijde 3. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Hier in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten. Mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Laten we gaan staan voor de lezing van het evangelie. De Heer zij met u. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, vrede zij u. Laten we bidden voor de mensen in Oekraïne en Rusland, dat de oorlog zo gauw mogelijk ten einde mag zijn. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Thank you.
wanneer mensen leven vanuit een geest die positief is ingesteld. Laten we elkaar dan in deze geest de vrede toewensen. De vrede van de Heer zij altijd met jullie. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Laten we deze viering dan besluiten met Gods rijkste zegen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goeie avond. Ja.
Proost! Proost!